vandaag heb ik voor jullie een shoplog. En dat vond ik me best wel een tijdje geleden. Voor dat ik het weer online zet. Ik heb wel wat geshopt, maar niet zoveel meer. Dat ik het online heb gezet. Dus ik dacht, laat even weten. Ik had echt wel dingetjes nodig. Ook dingetjes wat bijna op was. Dus ja. Ik heb het hier allemaal in deze tas verzameld. Eerst ben ik bij de Zeeman gegaan en daar heb ik even wat uitgaven gedaan. Ik heb deze sokken gekocht. En ik heb er als goed is twee van. En dit zijn gekleurde sokken, want ik heb thuis altijd het probleem dat sokken vaak kwijtraken. Omdat iemand anders in beslag neemt, omdat ze wit zijn en dat, ja, dat ben ik ze vaak kwijt en zo bla bla. Je snapt het vast wel. Ik weet, voor mensen die zusjes hebben of mensen met dezelfde maat. Want mijn broertjes, zusjes, nou in ieder geval mijn zusje, zussen die ik heb. Die hebben allemaal hetzelfde maat. Dus ik heb nu de gekleurde dingen. Ik heb nu blauw. Nou, dat lichtblauwe. Dat witte, dat roze, dat grijze en dat knalgele, geloof me. Maar ik heb bewaard deze. Ik heb een paar weken, een paar maanden geleden denk ik al. Sokken gekocht van de Mini Pool. En die sokken raak ik ook niet kwijt. Want ene sokken die echt goed blijven en, die niet raak kwijt zijn, dat is deze. Dus die heb ik gekocht. En deze waren per stuk 2,99. Dus heb ik weer nieuwe sokken, want die andere sokken zijn weer footsie. Ja, het gebeurt, zal ik zeggen. Ik wil niet eerst die kleur voor zoeken, dus ik heb ook nog wit meegenomen. Een setje, nu bij 1,79 cent. En ik heb nog twee van deze setjes gekocht. En dit zijn van die chinieke sokjes. Dit ook, want die zijn korter. Maar ik heb een paar, een paar schoenen waar je dat randje van deze schoenen heel erg ziet. Had ik deze sokken van gekocht, maar ik merk iedere keer dat ze losgaan in mijn schoenen. Ze zakken, dus het is niet heel fijn. En deze was 2,29 euro. Dus geen aanraken. Deze sokken waarschijnlijk zijn gewoon te groot. Ook is dit maat 39,42. Dus normaal pas ik heel altijd. Ik koop daar altijd maar even stiekem, omdat ik het fijn vind. Maar ja, die zijn eruit gegooid blijven. Dus heb ik deze gekocht. En dat zijn elastiekjes. En die waren 50 cent per stuk. Dus ik hoop dat deze ook fijn zijn. Want die andere waren fijn. Maar die verkocht dus niet meer. En voor de mensen die niet weten dat ik bezig ben met sporten. Ik sportte nooit. Ik heb wel anderhalve jaar op kickboksen gezeten. Maar daar ben ik mee gestopt. En ik doe nu een soort van fitnessen, alleen dan in een kring. Maar ik heb niet zoveel sportkleding, want ik ging maar eerst één keer per week en nu ga ik drie keer per week. Dat is wel even een omgooi, maar ik heb daardoor even wat nieuwe kleding nodig gehad. En ik had bij de Zeeman een broek gekocht laatst en die vond ik fijn. Dus ik heb deze sport-BH proberen. En de maten vind ik heel moeilijk, want wat moet ik doen? Moet ik maar kledingmaten hebben, moet ik maar... maat hebben. Het is geen maat voor je borsten. Dus ik heb nu maatje M genomen. Ik heb niet grote borsten. Dus ik ga proberen. En deze was 5,99. Ik heb niet hele duur sportkleding. Ik geef het er niet uit. Ik heb deze ook meegenomen. Ik weet niet of ze passen. Moet ik nog doen. Maar deze heb ik ook. En die heb hier ook een sportbroek van. Die vind ik heel fijn. En je zou ook een zwarte sportbroek kunnen hebben. Heb ik die nog niet gekocht, want ik had net een ander sportbroek gekocht. Maar die kijk verplom was. Maar BH kon ik zo moeilijk verslagen. En dan was deze broek. Deze is van de Bristol. En deze was 30%. En was 15, toen 10. Dat is een lange grijze broek. Een strakke soort lengenbroek is het ook. Met een tekst aan de zijkant. En ze hadden niet heel veel soep. Ik had nog een andere, maar ik had XXL. Maar voor een broek, want die vond ik ook heel leuk. Alleen het probleem was dat die XL best wel groot viel. Toen al. En stel je voor dat ik heel veel afval. Ik weet niet of dat gebeurt. Maar stel je voor. Dan was die gewoon te groot. Nog te groter dan dat die nu was. Dus toen dacht ik, kan een beter maatje L hebben. Dat die net kan. Dan
dat ik heel veel afval in de broek toch nog weg kan. Vind ik ook zonde, want ik moest echt wel eens veel nieuwe sportkleding kopen. En ja, ik weet niet of ik ze heel snel kapot krijg. Dus deze. Echt nooit gedacht dat ik in de shoplog shop sportkleding ging kopen. Het was ook nu opeens wel heel leuk om het weer te kopen. Ik had nieuwe schoenen gekocht. Bij de Van Haren was het. Maar het is ook wel gek om weer sportdingetjes te kopen. Al ben ik het normaal, was ik het niet meer gewend. Want ik had al een half jaar niet meer gesport. Even kijken, toen ben ik nog even bij de Kruidvat geweest. Toen heb ik deze mascara gekocht. En ik zal even kijken wat die kostte. En die was €3,39. Ik weet niet waarom, maar ik vind mascara. En deze was dus niet goed dicht, zie ik nu. Echt duur worden. Echt, mascara is echt duur. Maar ik heb die maar weer genomen. Want die andere die ik hiervoor had, die ik zo fijn vond, die was ook van Essus. Maar ik heb het gevoel dat die stop het IK niet goed doen. En ik heb wel nieuw gekocht. Maar toen heb ik hetzelfde probleem. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon terug. Want die is fijner. En ik heb anti-kletspay gekocht van de Kruidvat. Ik heb deze altijd eigenlijk. Maar ze hebben nu een nieuw verpakking. En deze was €2,99. En ik vind deze echt lekker. Ik ruik, eigenlijk moet ik lekker ruiken. Hij was eerst met een paar drop of zo, maar ik vind hem echt fijn. Ik heb hem toen een keer gezien bij mijn Martine en de Willemijn van de Two Women. Ze heette toen niet, toen heette dus nog LG. Dat was hun oude kanaal, zou ik zeggen. Ze hebben twee kanalen, hebben een postje gehad. En deze vind ik nog steeds heel fijn, dus ik gebruik nog steeds de Kruidvat anti-kletspray. Gebruik ik niet altijd, maar af en toe heb ik van die periode natuurlijk ze heel laat gebruikt. En nu was die op. Ik heb die volgens mij gewoon 2 jaar gedaan. Volgens mij was dat allemaal gekocht. Ik wil wel even mijn sportschoenen even laten zien. Is misschien wel leuk. Oh, en hier zit ook mijn broek in toevallig. Deze broek is ook van de Zeeman. Met deze, ja, met dezelfde print als deze. En volgens mij was deze €6 voor. En ik vind hem echt heel fijn zitten. Ik moet heel erg opletten dat er nergens ritjes in zitten, zo, want dat mag dus niet. Ik heb het dus al daarom mijn sportbroek weg kunnen gooien bijna. In ieder geval die. En dit zijn mijn sportschoenen. Dit komt van de Van Haren. Het zijn blauwe. En ze waren €30, maar ik had €5 korting omdat ik jarig was geweest. Dus deze heb ik voor €25 gekregen. Ik vind het wel fijn, maar ik had het laatste stukje die ik kapot was. Maar heb ik zelf weer gedaan. Ja, voor het sport is het prima, maar ze winnen niet voor mijn echo's. Stiekem, als ik heel eerlijk zeg, wil ik liefst echo's gewoon hebben. Maar het is voor een uur sporten en ik vind het zonde, want echo loop ik liever. Ik koop liever een paar mooie schoenen van echo. Waar ik heel lang mee loop en ik kan echt niet voor €30 echte schoenen kopen voor die ik 3 daar. Dus misschien wordt het investeren voor later. Maar tijd gebruik ik iets goedkoper sportschoenen. Ik sport er niet buiten maar binnen, dus dat scheelt ook. Dus het zijn echt binnenschoenen. Ze zijn ook nog veel mooi wit als uit de winkel. Dus het is ook wel fijn dat ze niet zo snel vies worden. Ik moet alleen opletten dat ik ze niet vergeet uit te doen, want dat zal in de zomer vast wel een keer gebeuren. Nou, dit was ik eigenlijk wat ik gekocht heb met heel veel sportskleding. Ik denk niet dat je hier van mij gewend bent. Ik heb best wel veel laten zien. Ik ben er wel volgens mij snel doorheen gegaan. Het was meer echt dingetjes wat ik nodig had. Dus echt van die sokken die op waren en dingetjes, elastiekjes, make-upjes. Ja, het is niet veel, maar soms gaan er dingen op. En ik heb ook handdoeken gekomen. Die heeft denk ik mijn moeder. Wij moeten bij de sportschool handdoeken hebben. En voor op de actieapparaat. Want je moet op zo'n apparaat moet je dan handdoeken. Maar ik denk dat mijn moeder ze in de was heb gedaan. Want ik zie ze ook niet meer in mijn tas zitten. Ik denk dat mijn moeder ze in de was heb gegooid. En die heb ik ook nog gekocht, een handdoek. Voor volgens mij 3,50 of zo. 3,50 volgens mij kostte die. Om te kijken of het dat is van de sportschool. Zo ja. Dan we hebben een andere kleur die we thuis hebben gedaan. Want dan weten we ook welke kleur we kunnen gebruiken.
En dan hoef je niet te kijken of het nog fatsoenlijke handdoek is of niet. Dus die hebben we ook gekocht. Dus we hebben het echt druk gehad. Ik heb dit allemaal in mijn joggingsbroek door de stad gelopen. Ja, ik heb best wel veel gekocht. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet hieronder niet te abonneren.